Hallo allemaal, mijn naam is Leona van Shimmer World en ik ben vandaag bij de Vrij van Veggie Food Fair in de Jaarbeurs Utrecht. Vrij van gluten, lactose, suiker, vegetarisch, vegan, you name it. Ik heb er heel veel zin in, dus kom op, we gaan ervoor. Dat is even alle twee proeven. Hey, we hebben drie filmpjes. Ja. Kippen, koeien en varkens. En je ziet virtual reality, dus helemaal om je heen, het leven van het dier uit de veehouderij. Dus vanaf het begin van boord is het begin. Tot ja, hallo, hallo, hallo. Ik sta hier met Ellen van Viva Las Vegas. Met Tite en Boe. En zij vlogt ook. Yeehoe, yes. Ik heb een vlogcamera. Ja. De video's hier superleuk. Ja, heb je ze zelf ook gezien? Ja, we hebben hier de zuivelindustrie heb ik bekeken. Ja, we hebben hier virtual reality, dus je kan een bril opzetten. Ja. En dan kun je dus omhoog, omlaag, alles kun je superleuk. Zien. Zoals dit, zeg maar. Nou, maar nu kan je dus niet je hoofd bewegen. Nee. Jullie als kijkers. Ja. Oké, okay, top. Doei. Jullie waren eerder. Ja, ik denk. Het is very strong. Non-toxic plastic is actually stronger than plastics that have more toxic. More toxic. Dit zijn dus yummy gums. En yummy gums zitten alle vitamines in die je dagelijks nodig hebt. In de vorm van een snoepje. Dus je neemt 4 lekkere snoepjes per dag. En dan heb je zowel een hoge dosering vitamine B12 binnen, als vitamine D, als omega 3. Dus daarom heb je echt alles in één zitten. Dan kan je gewoon op een hele lekkere manier elke dag vitamines binnenkrijgen. Ik ben het zelf, zijn met de ontwikkeling ongeveer een jaar geleden begonnen. En toen zijn we op zoek gegaan naar, ja, naar iemand die zowel heel veel kennis had van vitamines als van snoepgoed. Zo zijn we uitgekomen in een fabrikant in Duitsland. En daar hebben we een jaar allemaal testproefjes gedaan met verschillende smaken, kleuren. Ja, en zo uiteindelijk zijn we op deze zijn we uitgekomen op onze yummy gums. Dankjewel. Ik heb ze zelf ook gekocht, dus ik vind ze lekker. Jij vindt ze lekker? Top. Wat ze al doet is citroengember. Dat zijn de twee smaken die ik heb ontwikkeld. En de lemon en ginger thee van de Clipper, dat heb ik een beetje gebruikt als voorbeeld. En de ras al doet, ik gebruik veel tagine om mee te koken. Dus daar heb ik pruimen bij gedaan. En ja, die heb ik zelf gebakken in deze broden, die ik hier ook verkoop op de beurs. Ik ga een zeewierbommetje uitproberen. Oké. Okay. Ik doe het gewoon in één keer. Ik zou er wel komen. Ik kan het nog voor doen. Ja.
Toch? Ja. Moet je nagaan, nu is die trouw. Als je hem even opbakt in olie, een beetje kruiden er doorheen, of je salade. Super gezond, super lekker. Dat valt mee. Dit was de vrij van de Veggie Food Verbeurs in Utrecht. Zoals je ziet zijn er een aantal dingen gehaald, een aantal dingen gekregen. Heerlijke aardbeien, vegan, Madame Jeanette ijs. Ook een ander hoogtepunt, zeebierpasta. Instant soep, zonder E621. En wat ik super interessant vind is dit. Dit is dus zeebier. Maar ik ben niet zo'n zeebierpersoon, dus misschien weten jullie een leuk recept waarmee ik bacon kan maken met zeebier, dus op zijn zeebier. Dit was het. Tot de volgende keer.